Ja, hoort u mij nu allemaal? Jazeker. Oké, ik zei, we zitten hier samen in de GCC. Zonder Paul, die wij overigens een goede reis naar huis wensen. Maar wel met de allemaal andere mensen die een hele goede stemming hebben. En ik begroet speciaal James Loewenstein uit Jeruzalem, Mira Kodes. Want het gaat vandaag voornamelijk om een verhaal wat gegeven is door zijn grootvader, de Gouden Livroker. Amen, toda. Ja, maar de hoofdpersoon van vandaag is Raaf Jozef Tzvi Dunner, de opperrabijn van Amsterdam. Wij gaan vandaag hebben een stukje zijn levensgeschiedenis. En we gaan ook twee plekken bekijken uit zijn cijfer op de Rambam. Op de Rambam. En eigenlijk op de weg hier naartoe dacht ik eigenlijk op een gegeven moment, reflecterend eigenlijk op dat cijfer op de Rambam, dat je hebt soms mensen die staan, die hebben leiding over duizenden mensen, 10.000 mensen, maar die kunnen toch heel alleen zijn. En ik denk eigenlijk ook dat Rav Dunner zich vaak heel alleen moet hebben. Want speciaal dat cijfer op de Rambam, daar zie je de ongelofelijke kennis. Ja, incredible. Incredible gewoon. En ja, en dan vraag ik natuurlijk af met ja, wie Amsterdam, met wie in afstand kon hij dat nu delen? Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Je kunt natuurlijk ontzettend veel weten, maar als je niks weet, en als je dat niet met iemand op hetzelfde niveau kunt bepraten, dan kun je je heel eenzaam voelen. Oké. Ja, nou, maar we gaan dus eerst, het is zo, wij zijn blij dat James Loewenstein hier is. James, zijn grootvader aan moederszijde was Raaf Dunner in Keulen. En James, als je even zijn naam kunt vertellen. Elazar Dunner. Elazar Dunner. Ja, en nou, Elazar Dunner, die heeft... Die was raaf van Keulen. En Elazar Dunner heeft op een gegeven moment heeft een cijfer geschreven op Orachaïm. En in de introductie daarin geeft hij een korte geschiedenisbeschrijving, eigenlijk helemaal niet zo kort, van zijn oom. Ja, van zijn oom, dus Jozef Tzvi Dunner in Amsterdam, bij wie hij vaak, of ook het ook zelfs langer tijd in huis is geweest. En dat is heel interessant, historisch heel interessant document. Waarom ook historisch gezien heel interessant? Want degene onder ons die zich een beetje hebben bezighouden met Nederlandse historie, daar gaat het vandaag trouwens niet uitgebreid over hebben, die weten dat Jaap Meijer... Ja, heeft, afkomstig uit Winschoten oorspronkelijk, ja, heeft dus een, daar is Tatjana, die heeft dus op een gegeven moment, heeft Jaap Meijer dus twee deeltjes geschreven, dat heette Rector en Raaf. En dat gaat over Raaf Dunner. Even kijken, gaat het fout. Daar zijn we nog. Hier. Ja, en in dat, want ik moet de mensen ook middellaars was de afspraak. Moet je eens vragen, ja. En in dat, en in die twee deeltjes, ja, daar gaat hij op een, zelfs echt zeg, op een vrij onbarmhartige manier gaat hij om met Raaf Dunner. Ja. Dit werk wat ik vandaag wil bespreken van Elazar Dunner, dat is een en al bewondering eigenlijk voor Raaf Dunner. En het, wij zijn. De opzet van deze GC als pensionarium, en ja, dan ga ik zo langzamerhand toch ook een klein beetje die kant op, ja. Die is een GC als pensionarium, dus daarom vind ik dat interessant inderdaad om die inleiding hier te bespreken, want dat past in het kader, maar het is niet aan deze, niet aan de GC als pensionarium om boekbesprekingen te houden van een boekwerk van Jaap Meijer. Dat kan een andere keer gebeuren, maar dan zijn we niet voor bij elkaar vanochtend uiteindelijk. Daar weer nog iemand erbij komen. Fantastisch. Goed. Het verhaal, en ik heb, we kunnen natuurlijk, dat is een
13 bladzijden lang. Ik kan niet alles vertellen, maar ik heb een aantal dingen heb ik uitgehaald voor vanochtend. En nou is het interessant dat Jozef C. Dunner kwam uit Krakau. Die kwam uit Krakau. Zijn ouders woonden in Krakau en zijn vader, die was daar, zijn vader die verkocht daar wijn. Maar dat heeft dat ook. Het was niet echt een ruime parnose. Geen ruime parnose. Maar wat hij vertelt is interessant. Dat is wel interessant om te weten. Dat Rav Dunner was de oudste zoon van zijn ouders. Zijn vader heette gewoon Rav Eliezer. Ja, Eliezer. Maar, en zijn moeder heette Reizel. Maar hij was niet de eerste zoon. Want zijn twee of drie kinderen geboren voor Rav Dunner. Maar die zijn heel jong overleden. En hij is dus het eerste... Hij is dus het eerste kind wat dus in leven is gebleven van de familie Dunner. Maar dan vertelt hij iets heel interessants. Dat is dit. Dat zijn moeder, ja, dat was natuurlijk... ja, die moeder die zat daar natuurlijk een beetje over in. Ja, dat haar kinderen zomaar stierven. Ja, en natuurlijk in die tijd... Dat praten we hier over de eerste helft van de 19e eeuw... Toen was de medische wetenschap natuurlijk veel minder ver gevorderd dan nu. Maar dat vond ze natuurlijk verschrikkelijk, dat haar kinderen die zo wasteren. Welke moeder wil dat? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Toen is ze naar een rebbe gegaan, er staat geen naam bij, dus dat weten wij niet meer wie dat was. Maar die zei het volgende. Die zei dat het kind wat daarna, wat zij zal krijgen, dat mag zij niet kussen tot de dag van zijn geroepen. Ja, dat is niet kussen op de nacht van zijn groepen. En dat heeft ze ook niet gedaan. En volgens, ik weet geen eens, dat weet ik niet, of zijn ouders überhaupt aanwezig waren bij zijn groepen. Ik ben even zijn naam vergeten, Rav Dunner is getrouwd met een vrouw uit Duitsland, Duitse vrouw. We praten hier dan over 1860, 1870, toen was reizen, was natuurlijk lang niet zo normaal als nu. Dus of... En zijn ouders met zijn groepen zijn geweest, weet ik niet. Dus of Rav Dunner ooit een kusje heeft gehad van zijn moeder, no one knows. No one knows. Is dat een verhaal? Dat is even besoekraaien. Dus aanhalingstekens. In net zo'n verhaal van Pesach Kroon, van ergens een kindje in Rusland. Waar groot probleem met Brismielen. En die moeder zei: ik geef dat kindje pas een kusje naar de Brismielen. En toen ze een kusje gaf aan de anekdote, na de Westminster is een vrouw gevallen. Zijn verhaal is er gekomen. Goed, dat is even terzijde. Maar zij heeft dus haar zoon nooit niet gekust, zolang hij klein was. En ik twijfel of hij ooit een kus heeft gehad van zijn moeder. Daarna zijn nog drie andere kinderen geboren. Ja, drie andere zoons. Zij heeft Yitzchok, Menachem en Avraham Moshe. Ja, en die scheelden allemaal 2,5 jaar. Maar Rav Dunner was dus de oudste van de kinderen, maar was natuurlijk niet de petterig, maar het waren al kinderen daarvoor geboren. Die vader, ja, dat was een... Ik moet uitleggen. Daar een opmerking van mijn vriend Asscher, petterig wil zeggen het kind wat dus de baarmoeder opent. Ja, dat is petterig. Ja, petterig, maar dat dus niet, waar kinderen voor geboren, maar hij was wel de oudste van zijn ouders. Maar petterig en moos. Nee, verrechem is natuurlijk het woord van Rachmonus. Ja, dat heeft elkaar verbonden. Goed zo, klopt meneer Kamp. Dan gaat Elozen Dunner verder. Hij zegt nou, dat volgende, dat de grootste, ja, die fase, het was dus niet echt breed daar bij de familie Dunner. Ja. Ja, dus er zal geen geld zijn geweest om voor Pees, omdat het naar een luxe hotel te zijn gegaan. Dat was er niet bij. Maar dat was ook niet de focus van vader Dunner. De focus was dat zijn zoon een Talmid Chochem zou worden. En hij, toen dat jongetjes kon leren, heeft hij hem een lammet genomen. En heeft hem daar in de klasse gezet dat hij zou leren. En wat al heel snel duidelijk was, dat hij gewoon briljant was. Dat hij heel snel kon leren. En ook de rebbes die hij had, die
die waren gewoon verbaasd, verstomd eigenlijk van die enorme, zoals het heet in Jiddische, Baal Kishron, die was zo. Dat is gewoon intellect wat dat jongetje had. En hij begon heel snel gemoer te leren. En steeds verder leren gemoeren, sas en poesje, dat ging heel snel. En daar was hij ook heel erg matzig in, heel erg succes. Heel erg succesvol in. Nou vertelt hij het volgende verhaal. En daar is een andere girsa, andere lezing over het verhaal wat nu komt. In het boekje van Jaap Meijer. Wat Loos Dunner ons hier vertelt, is dat er was één iemand die was echt jaloers op dat jongetje. Op dat wonderkindje, dat wonderjongetje. Die zo enorm snel goed kon leren. En die was zo jaloers dat hij op een gegeven moment heeft die mes genomen en heeft hij dat mes in zijn rug geplant. Ja. En hij heeft bijna de longen geraakt van Raaf Dunner, maar dat is niet gelukt. En het interessante is ook dat bij de taren van de Dunner, vele jaren later, ja, heeft de Gerbekrits gezien dat het litteken van die wond dat er nog zat. Ja, mij heeft hij een hele andere girsade over, maar we zijn hier vandaag om om het aandenken van onze opera wijndunner om dat hoog te houden. Dus daar gaan we verder niet op in. Dit is wat hier staat. Wat hij ook vertelt is dat drie keer is het leven in de jonge jaren van... drie keer is in de jonge jaren van Raaf Dunner is zijn leven in gevaar geweest. Eén keer, toen hij 4 jaar was, is hij overreden door een grote wagen met allemaal vaten. Wat is dat, weet ik niet. Dan heeft hij gelukkig overleefd. Hij was een keer met zijn vader in het bos. En toen zag hij in verte een wolf te aankomen. En wat toen is gebeurd, is toen zijn zij op de grond gaan liggen. En hebben zich gedaan alsof het dood was. En die wolf heeft hen toen iets aangedaan. En hier in Nederland wordt een wolf tegenwoordig als een troeteldier beschouwd. Bijna. Ja, dat heb ik nooit begrepen. Wat ik ook niet begrijp is waarom de wolf meer recht heeft dan het schaapje van de boer op de Veluwe. Maar dat moet ze in de Tweede Kamer uitvechten. Dat is onze issue niet. En de derde keer is, dat was in de tijd ook een cholera-epidemie in Europa. Hij heeft last gehad van tyfus. Hij heeft last gehad van tyfus. Daar is hij ziek geweest, maar dat heeft hij. Is een heleboel weken was ziek geweest. Maar dat heeft hij uiteindelijk niet ook overleefd. Maar zoals ik al zei, vertelde Raaf Dunner dat hij was dus een child prodigy, zoals het Engels zegt. Gewoon echt een wonderkind. Ja, die heel diep was gezonken in de Olam HaTamud, de wereld van de Talmud. Nee. Maar op een gegeven moment zijn interesses ook wat groter, wat wijder geworden. En heeft hij zich ook willen verdiepen in seculiere wetenschap. Daar heeft hij inderdaad, heeft zich verdiept in filosofie. En heeft zich ook geleerd in, heeft ook vreemde talen willen leren. Onder andere Latijns en Grieks heeft hij willen leren. En dat heeft hem gegrepen. En hij verdeelde eigenlijk ook zijn tijd, zo vertelt Lazar Dunner, verdeelde de tijd tussen Joodse studies en seculiere studies. Maar wat hij vertelt is het volgende, dat zijn ouders waren daar niet erg happy mee, met die ontwikkeling. En dat moet bij hem thuis, moet het ook aanleiding hebben gegeven tot enige wrijvingen. En zo vertelt Lazar Dunner, toen hij 24 jaar was, heeft hij toen ook besloten om Krakau te verlaten en is hij naar Duitsland gegaan. Hij wilde, in eerste instantie wilde hij naar Würzburg gaan, ja, waar de Würzburg geroofde raaf was. Op zijn aankomst in Duitsland, hoe het allemaal daar is gegaan. Hij is in Duitsland gaan studeren. Hij heeft daar ook volgens mij een doktersgraad behaald. En op een gegeven moment heeft hij, het is ook een heel verhaal, dat is ook in Jan Meijer over zijn smieg. Daar staat hier niks over in het verhaal van Lazar Dunner. Inmiddels had hij Lazar Dunner of Eliezer Dunner? Lazar Dunner.
Dat is het volgens James Loewenstein. Ja. Welk boek schrijft Jaap Meijer dat? Rector en Raaf. Oké, ja. Prima. Vriend Lee, we zijn blij dat je erbij bent. Want ik begreep dat jij onder behandeling bent op dit moment. We zijn blij dat jij zo goed voelt dat jij erbij kunt zijn. Waarom gaat dat? Nou, is het zo dat inmiddels was hij dus bekend geraakt. Want ja, natuurlijk, eerst was hij van Pools afkomst. Hij droeg die Oostjoodse heritage, de Galiciane heritage, droeg hem met zich mee. Hij had een ongelooflijke kennis. Hij had ook een brede, inmiddels natuurlijk brede, seculiere basis. En hij had naamsbekendheid gekregen. Hij is de enige tijd is ook geweest, onder andere in Münstereifel. Dat is een plaatsje ergens, Münstereifel, dat is daar in de buurt van Trier, daar zo even. In Duitsland, daar is hij rebbe geweest. Dat kun je allemaal nalezen. Maar en hij is onder aandacht gekomen van de gebroeders Leren. Ja, en dat een van degenen onder ons die iets minder bekend zijn met de Amsterdamse geschiedenis, is zo de familie Leren. Ja, is een markiersfamilie, maar die waren ook de baas, om het even te zeggen, over de Pekidim van de Amarkalim. Pekidim Amarkalim was dus het sudokufonds wat in Holland en Duitsland bestond voor de Antamine Gegomme en Niem van Jeruzalem en Eerste Zoon. Maar zij waren ook grote en belangrijke spelers in de Amsterdamse Joodse politiek. En dat kun je allemaal lezen in alle andere historische boeken. Ja, er was in Amsterdam een grote strijd natuurlijk over de richting die de Joodse gemeente Amsterdam zou gaan. Ja, en we hebben het nu over het oprabijnloze tijdperk. Maar ik geloof in het jaar 1839 volgens mij is Rav Bergen overleden. En toen was er geen oprabijn in Amsterdam. En dat is heel lang zo geweest. Tot Rav Dunne, geloof ik, in het jaar 1874 is hij gekozen voor oprabijn van Amsterdam. Hij is eerst, daar gaan we nu over hebben, is hij directeur geworden van het seminarium. Pas geloof 12 jaar later is hij dus pas benoemd de oprabijn van Amsterdam. En in Amsterdam was een grote discussie over welke richting Joost Amsterdam moest gaan. En daarvoor was het ook van belang wat voor signatuur de nieuwe opperbijn zou krijgen. Ja. In de 17e eeuw was het ook Portugees. Maar we praten nu over het midden van de 19e eeuw. Toen waren er in Amsterdam misschien 3, 4, misschien max 5000 Portugezen. En zeker 35 Askenazen. Dus de Askenazische kille was veel groter. Ja, nou, er is een grote discussie over geweest en daar zijn de partijen niet zo over eens geweest. De gebroeders Leren stonden daarin aan de rechterkant, absoluut. Ja, en die hebben dat met man en macht ervoor gevochten, inderdaad, om ervoor te zorgen dat de kinderen niet naar links afglijden. Er waren wel mensen die daar hele andere ideeën over hadden. We moeten één ding beseffen, ja, natuurlijk, in Duitsland, was in het midden van de 19e eeuw was de reform echt in de opkomst. Ja. Er waren natuurlijk mensen die dat in Nederland ook, wilden introduceren. We weten ook dat in het einde van de 18e eeuw waren er ook al stromingen in Nederland. Mensen die dus een veel lichtere vorm van jiddischheid wilde hebben. Dat had geresulteerd in de Nije Kille, die 10 jaar later weer is opgegaan in onze kille, in de NIS. Maar er speelde wat. En wat daar ook speelde, was natuurlijk ook de toekomst van het seminarium. Dat was dus in yeshiva geweest. Dat heeft in het begin van de 19e eeuw, toen de hele structuur van Joods Nederland is vernieuwd, aangepast, heeft het seminarium ook is het veel meer een kerkelijke opleiding geweest. Er is ook een discussie geweest of dat in feite een yeshiva zou worden, zou ik maar zeggen, met een Nederlandse stempel in het randje, of dat het universitaire opleiding zou worden met een rabbinale richting, zal ik maar zeggen. Daar was een grote discussie over. En de gebroeders Leren, die waren dus op zoek naar een persoonlijkheid die dus aan de ene kant dus genoeg halachische kennis had en Joodse kennis had om dus
leiding te geven aan de rabbinale opleiding voor Joods Nederland. Dat moest iemand zijn natuurlijk met kaliber, met een groot halachisch kaliber. Die aan de andere kant ook door een voldoende seculiere basis had om het respect te verdienen en te krijgen van die stromingen binnen Joods Nederland, die dus en het seminarium en Joods Nederland een beetje naar links wilden opduwen. En dat het schaap met zes poten, zou ik liever zeggen. Maar dat heeft u goed definieerd, meneer Asser. Dat klopt. Nou, de gemoeders leren waren zelf uiterst rechts. En dat komen we onder andere tegen in een heel ander verhaal. Namelijk, daar heb ik thuis een boekje over. Dat boekje gaat niet over Amsterdam. Dat gaat over het opperrabbinaat van Overijssel. Ja, in Overijssel, daar zijn, eentje van was eraf, Frenkel, de andere heb ik even vergeten. Daar zijn in het midden van de 19e eeuw, daar zijn twee opperbeiden geweest, waar in de rabbinale wereld enige vraagtekens werden geplaatst over de richting die zij kozen. Ja, enigszins verlicht zou dat zeggen. Nou, daar hebben de gebroeders leren van uitzwolle en er waren toen nog geen WhatsApps en weet ik veel wat. Dat was allemaal niet. Die hebben daar een hele gevecht gevoerd met de kerkbestuur van Overijssel, van Zwolle, over de benoeming van die oprabbijnen. Die hebben daar ook een aantal Nederlandse rabbijnen in de aanval genomen, die een brief hebben geschreven tegen die kandidaat, maar uiteindelijk hebben zij het verloren van het Overijssels en het Zwolse kerkbestuur. Oké, maar daar zien we dus inderdaad van de enorme invloed die de gebroeders Leren hadden in Joods Nederland, ook daarbuiten. Ja, zij waren, en ze hadden veel aanzien en heel veel bekendheid in Europa. En als je dus in Europa was, ja, en je moest dus in Amsterdam Joodse zaken doen, dan waren zij vaak gewoon een aangewezen persoon. Dus, en die gebroeders Leren, die hadden, ja, er waren natuurlijk Joodse Amsterdam natuurlijk een heleboel mensen die veel lichter waren of die al nauwelijks meer actief waren. Ja, die hadden natuurlijk geen ingang in de rabbinale en echt de orthodoxe Joodse wereld in Duitsland daarbuiten. En dat moest je natuurlijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. De lerens hadden dat wel. En op een gegeven moment is dus dokter Dunner geïntroduceerd bij de gebroeders Leren. Dat heeft geresulteerd in een verzoek, dat was in 1859 al, geloof ik, om aan de dokter Dunner om naar Nederland toe te komen. En dat heeft hij toen geweigerd, maar toen Meijer Leren is gestorven in 1861, heeft hij nog gezegd, haal alsjeblieft toch die dokter Dunner naar Amsterdam toe. Want in de historische nood is ook, daarvoor hebben de Lerens al een keer contact gehad met Raaf Heers, die toen al raaf was in Frankfurt, daar is ook contact geweest. Raaf Heers heeft gezegd, ik wil komen, maar ik wil een vrijbrief hebben. Ik wil Joods Nederland organiseren, met name het onderwijs als ik dat wil. Dat hebben ze hem niet willen geven. En toen heeft hij gezegd, oké, mensen, prettige wedstrijd. Als toen nog in Ajax. Heeft wel gezegd, prettige wedstrijd. Nou, ze hebben dus, zijn toen dus in contact getreden met Raaf Dunner. En hij heeft toegezegd naar Amsterdam te komen. Wel met de afspraak dat hij het seminarium, dus niet het Joods onderwijs, maar wel het seminarium SEC, dat hij dat zou kunnen herstructureren zoals hij dat wilde. Er is een anekdote die wordt verteld, dat meldt Lazar Dunner niet, maar dat heb ik wel een keer gelezen. Ja, dat is dat toen hij de eerste keer dat seminarium binnenkwam, toen schijnt hij te hebben gezegd, dat is daar hier zogar een richtige tiergarten. Dat is toch hier zogar een richtige tiergarten. Omdat, nou, in wat plat Amsterdam zouden zeggen, dat is hier echt zootje. Ja? Dus waarom? Omdat er dus, het bestond wel, maar het had geen structuur. En ja, er werd maar wat gedaan. En wat men inzag in die tijd is het volgende, is ja, dat...
Het seminarium was al toen een vernederlandse yeshiva geweest. En mensen begrepen heel goed dat in het midden van de 19e eeuw, met de ontwikkelingen die toen gaande waren, dat je daar dus een ander soort rabbijnenopleiding voor moet hebben dan een veredelde yeshiva. Dat zou niet te worden, want je moest dus rabbijnen hebben die dus een voldoende halachische kennis zouden hebben, maar die dus ook in gesprek kunnen gaan met een dominee, met een pastoor, ja, die een troost kunnen zeggen voor een breed publiek en niet alleen voor de mensen die dus ieder het vinger in het legden, om zo te zeggen. Ja, dus dat was een probleem. Ja, en daar moest je iemand hebben die dus dat seminarium zo kon herstructureren, dat daar die rabbijn uit zouden komen, ja, die dat inderdaad konden gaan verwezenlijken. Is er één opmerking die ik maak, dat staat niet in het boek, maar dat is wel een feit. Dat is een feit. En tot die conclusie kwam ik op een gegeven moment, want ik heb dus een aantal jaren voor het seminarium heb ik ook Joods geschiedenis gegeven. En hebben natuurlijk onszelf ook verdiept in de geschiedenis van Joods Nederland, Joods Amsterdam. Wat er in dat oprabijnloze tijdperk van 1890 of 1834 tot 1874, ja, zijn inderdaad 2,5 of 3 verloren decennia geweest. Ja, want toen Rav Dunne dus in 1864, en dat spreek ik natuurlijk al om het einde van de 19e eeuw, ja, dus oprabijn werd van Nederland, ja, waren al een heleboel mensen geassimileerd en had de assimilatie al... Wat? In Amsterdam, ja. Van Amsterdam of van Nederland? Nee, van Amsterdam. Maar hij was... Ja, de oprabijn van Amsterdam was natuurlijk de king of Jewish Holland. Dat was heel duidelijk. Ja, en dat is ook zo. Ja, had al de assimilatie enorme vormen aangenomen in Amsterdam. Ja. Waar ben je dat tegen? Nee, één seconde. Dus dat zijn dus inderdaad, dat zijn dus echt verloren decennia geweest. Ja, en in Engels zou ze zeggen, it was too little too late. Ja, it was too little too late. Ja, inderdaad, maakt meneer Osser de opmerking dat, ja, kon de oprabijn, kon de rabbijn dat tegenhouden? Nee, dat natuurlijk niet. Ja, we zien natuurlijk ook in andere landen, ja, ook in Warschau, ja, hebben, en daar, met honderden rabbijnen, hebben ze niet kunnen tegenhouden. Hoe weten we dat? Maar dat spreek ik ook veel later. Er zijn in het boek van Beryl Wein, ja, Tribe of Survival, daar staat ergens een staartje, maar dat is veel later, dat spreek ik over 1930 of zo, ja, van de Joodse scholen in Polen. En daar valt het inderdaad op dat het aantal Joodse kinderen wat daar op een datieschool zat, is max 10-15% van het totaal aantal kinderen. Ja, dus inderdaad is er geen generatie. Maar als je zegt, ik wil een rabbijn hebben die assimilatie tegenhoudt, dan is natuurlijk het slechtste wat je kunt doen, is een oprabbijnloos tijdperk hebben van 2,5 decennia. Dan ga je de race niet meer winnen. Goed, dat is even tezijde. Maar daar kan Dr. Dunne niets aan doen, want hij is natuurlijk ten toneel gekomen op een moment dat andere mensen hier hebben gebracht. Dat is natuurlijk een feit. Ja. Dat hij Jiddisch heeft afgeschaft. Ja. En dat Nederlands heeft gepropageerd. Dat is. Even duidelijk, voor alle duidelijkheid. Hij was oprabijn van Amsterdam. Ja? Ik moet de vraag even herhalen. De vraag van Mr. Assen was dat Dr. Dunne wordt verweten dat hij het Nederlands in Nederland heeft gepropageerd. Nou, is dat denk ik volkomen onfair om hem dat te verwijten. Omdat, als we even goed begrijpen, hij is... ik ga het even wat later. Graag. Ja, hij is hier oprabijn geworden in 1864. Ja, toen was natuurlijk een heel groot deel van Joods Nederland was al afgestapt van het Jiddisch op het Nederlands. Ja, en ook is hij daar niet de hoofdmotor in geweest. Ja, het bestuurlijk Joods Nederland, uiteraard ook aangemoedigd en waarschijnlijk ook onder druk gezet vanuit Den Haag, heeft gezegd, we moeten af van het Jiddisch, moeten overstappen naar het Nederlands. Ja.
een opmerking nog even maken. Opmerking van meneer Kamp, ja. Ja. Ik ben zelf in Duitsland geboren. Ja. Ja. En wij hebben gemerkt, namelijk, er waren 3 trappen. De hoogste joden. Ja. De minste. Kan dat later? Kan dat later? Ja. De Duitse joden waren helemaal niet zo erg welkom hier in Nederland. Dat klopt, ja. En die Poolse joden, dat de Jiddische überhaupt, dat bouwde men helemaal niet. Ja. Hoezo heeft dus dokter Dunne dan dat Nederlands zo opgegeven? Ja, kijk. Is dat een voorloper van dat... Ja, dus meneer Kamp vraagt dus, hij zegt, ja, hij is uit Duitsland geboren, op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Ja, en die Duitsers waren hier niet zo erg welkom, maar hoe kan het dan zijn dat dokter Dunner het Nederlands hier heeft gepropageerd? Kijk, is natuurlijk verschil tussen de Duitse Jiddi die hier naartoe kwamen, in het interbellum, zal ik maar zeggen, en dokter Dunner. Dokter Dunner was, is hij... Oh, of voorbeelden. Dr. Dunne is hier aangenomen, ja, om zijn kennis, om zijn persoonlijkheid en waarschijnlijk ook om zijn eruditie. En men heeft begrepen, als men zo'n persoon in Nederland houdt, dan moet men hem dus zijn gang laten gaan. Dr. Dunne heeft gelijktijd ook begrepen wat zijn rol was en dat het zijn taak was om Joods Nederland, ja, te sturen richting de 20e eeuw, zal ik maar zeggen. Ja, en hij heeft begrepen dat het daarin noodzakelijk was om dus daar een vorm te geven. En daarin moest het Nederlands een belangrijke rol gaan spelen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij was leidend daarin, dan natuurlijk wel. Alleen heeft hij ook begrepen wat de zeitgeist was. Hij heeft natuurlijk ook begrepen dat het zinloos was tegen die Nederlandse zeitgeist in te gaan. Maar dat het beter was om daar zoveel mogelijk vorm aan te geven. En dat is zeker zo, dat is even om af te rekenen met een bepaalde ideeën van Jaap Meijer. Raaf Dunner, er zijn ook documenten voor die daarop wijzen, had bepaalde ideeën ook, ja, over hoe het Jodendom uit moest zien. Maar wat heel duidelijk is, en dat de feiten leren natuurlijk ook aan ons, dat is toen hij naar Amsterdam is gekomen, heeft hij beseft wat zijn taak was. Wij voor moest zorgen dat de last over Joods Nederland, en zeker met name Joods Amsterdam, op hem lag. En dat zijn historische taak was om ervoor te zorgen dat dus de Joods in Amsterdam zou blijven functioneren. Le Vier Halaga, Le Vier Hadin, Le Vier Hamesoret. En zo heeft hij ook geleefd en heeft hij ook allemaal uitgedragen. Nou is het zo dat wat heel duidelijk was, is door zijn enorme kennis, eruditie, inzicht, ja, heeft hij ook inderdaad dus vormgegeven aan dat seminarium. En daar heeft hij ook een hele generatie leerlingen, ja, neergezet. Leerlingen die later na hem dus, en ook tijdens zijn leven, dus inderdaad ook dus rabbijn en opgeleid geworden binnen Joods Nederland. In die zin heeft hij inderdaad heel veel succes gehad, dat hij heeft Nederland een generatie rabbijnen en opgeleid gegeven, die inderdaad heel trouw waren en zijn gebleven aan het Torah en Halacha, en voor wie inderdaad de Torah en Halacha überhaupt 100% leidend was, en die daarvoor ook desnoods bereid waren daarvoor voor het vuur te gaan. Nou is het interessant, staan in die inleiding van Elazar Dunner, staan inderdaad een paar interessante maïsim die over het optreden van dokter Dunner. En een van de zijn grote tegenspelers in dit verhaal is geweest een professor, volgens mij was een professor of meester Asser, die helemaal aan de linkerkant stond van Joods Nederland in die tijd. En die dus eigenlijk wilde dat het seminarium dus een onderdeel zou worden van de Leidse Universiteit. Waarmee dus ook dus die rabbijnopleiding en daarmee ook Joods Nederland een hele andere richting op zou gaan.
Nou, dokter Tuurman heeft dat geweigerd. Op een gegeven moment, op een gegeven moment, aan de ene kant was het zo, die meester Asser was enorm onder indruk van de eruditie en de kennis van dokter Vanaf Dunham. En op een gegeven moment zei hij tegen hem, ze hadden mij verteld dat jij eigenlijk Joost Nederland 100 jaar terug wilde brengen, maar het is helemaal niet zo. Wij zeiden tegen hem het volgende, weet je wat, als jij nou meewerkt dat we dat seminarium kunnen onderbrengen in de Leidse Universiteit, dan kun je daarna... Kun je daarna professor worden, kun je veel meer internationale bekendheid krijgen, veel meer faam, veel meer roem en kun je ook veel meer verdienen. Waarop dokter Dunner, Raaf Dunner, want hij wordt ook dokter Dunner genoemd regelmatig, zei, ik ben niet naar Nederland gekomen om geld te verdienen, maar om te werken in de wijngaard van de Sem, zoals dat zegt, om te leren en Torah over te brengen, ja, en veel leerlingen te krijgen die bezig zijn met Torah en de emuna verspreiden. En daarom ben ik niet geïnteresseerd in uw plan. En hij heeft het heel duidelijk afgewezen. En hoezeer hij daar tegen was, hoe boos hij eigenlijk was op die plannen van de meester Asser. En uiteindelijk heeft hij het gewonnen, het seminarium is Amsterdam gebleven, en hij heeft het seminarium kunnen profileren zoals hij het wilde, blijkt uit een verhaal van een aantal jaren later. Toen was de koning, zat hij de koningin, maar dat moet de koning zijn geweest, denk ik. 1898. Ja, dit moet de koning zijn geweest, denk ik. Ja, want die Asser heeft volgens mij niet zo geleefd. Maar goed, dat is niet zo van belang. Dat is niet zo belangrijk voor dit verhaal. Toen was er ontvangst voor de... Ja, het was maar een aantal mensen waren uitgenodigd voor ontvangst bij die koning. De koningin, dat zat in het midden. En toen kwam, en meester Asser... Dat is goed zo. Hij is in contact gehad met de meester Asser, want die heeft begrepen dat hij niets kon beginnen. Die is ook volgens mij uit het curatorium gestapt van het seminarium. En die kwam met uitgestrekte hand naar hem toe. Ja, en hij probeerde iets uit tegen hem te zeggen. Toen dokter Dunner, of Raaf Dunner, zag weer was, heeft Raaf Dunner zich omgedraaid en heeft hij de begroeting niet beantwoord. En de omstanders hebben gezien hoe dat gezicht van die meester Assad betrok. Dat was Raaf Dunner. Ander verhaal is de ontmoeting met Rothschild. Op een gegeven moment is baron Rothschild kwam naar Amsterdam. Ja, en baron Rothschild was de king of the Jewish world. Ja, dat was de king of the Jewish world. En het kwam naar Amsterdam toe. En ja... En, ja, absoluut daarom. En hij kwam naar Amsterdam met zijn privé-rabbijn. Ja, dat was rabbijn Vrom. En wat gebeurde nou? Hij kwam naar Amsterdam, hij wilde de raaf, maar gaf het zijn ook de raaf ontmoeten. Dus Raaf Dunner wist helemaal niet wie dat was. En hij zei, wie bent u? Oké, hij heeft zich geïntroduceerd. En toen zei hij, ja, dit is mijn rabbijn. Ja, dit is mijn rabbijn. Wat gebeurt nou? Dat baron Rothschild kwam als eerste naar binnen en rabbijn Vrom die droeg de jas met zich mee van baron Rothschild. Dat is het verhaal hier. Ja. Die had een jas met zich van baron Rothschild. Maar je zult zo meteen horen wat er nu gaat komen, meneer Asscher. Ik heb jouw jas dragen, maar jij niet mee. En wat gebeurt er nou? Dat er was een heel genoegelijk gesprek. En op het eind van het gesprek Raaf Dunner zegt die keer van Rothschild, ik vraag één ding niet. Die meneer, dat is uw rabbijn. Ja, dat is mijn rabbijn. Ja, klopt. Zegt, nou, begrijp ik één ding. Als dit uw rabbijn is, dan moet u hem toch met respect behandelen. Dan kan het toch niet zo zijn dat u hem uw jas laat dragen. En als u binnenkomt, dat u eerst binnenkomt en rabbijn Vrom daarna, dan moet het omgekeerd zijn, moet eerst rabbijn Vrom binnenkomen en daarna u. Ja? Je was niet op de hoogte van de Nederlandse. Nee, en dus, ja, dat is dus, en dat heeft u gewoon gezegd. Ja, en ja, dat is ongelooflijk dat hij, dat zei hij gewoon.
Ja, en dat was Rav Dunner. Ja, dit is waar hij stond. Respect voor rabbijn was bij hem. Het was van al heel erg belangrijk. En zelfs de baron Rothschild had hij geen moeite om hem daarin de les te lezen. Ja, nergens. Ander verhaal is inderdaad ook, op een gegeven moment is in Duitsland is dus een orthodoxe rabbijnorganisatie opgericht. Daar is een discussie over gekomen wie erin kon zijn of niet. Daarin heeft hij een brief geschreven inderdaad. Ja, hij heeft een brief geschreven, volgens mij aan Raveer zei hij inderdaad, het moet heel duidelijk zijn, als iemand lid wil worden van jullie organisatie, dan kan die niet in de gewone grote rabbinale organisatie zitten van Duitsland. Je bent of sta je voor het orthodoxe of niet, maar the people have to make up their mind. Ze hebben nog 8 minuten over, dus nog, en daar hebben we echt helemaal niet over gehad. En dat is natuurlijk het feit dat Rav Dunner heeft eigenlijk zijn tijd verdeeld tussen 3 dingen. Ten eerste tussen dat seminarium, waarin hij iedere dag was om les te geven. Tussen de killer, die hij leidde, en ook zijn eigen studie. Ja, en iedere avond, dat was met het hoogtepunt van zijn dag, iedere avond trok hij zich een paar uur terug in zijn eigen studeerkamer bij zich thuis, waarin hij dus helemaal opging, inderdaad, in zijn studie van Gemora van Sassou-Poyskim. En hij beschrijft inderdaad ook een prachtig jaar. Als hij dan dus na een paar jaar in die studeerkamer was geweest, er staat het volgende prachtige lyrische taal. Ja, Kikama Pamim Kolegat Vegashira Ahu. Iedereen die dan zag, als hij dus had geleerd, Hirgish Sezogola Sam Hashemes, die voelde dat de zon op hem scheen, Mimaron van boven, Zeniftegula Arubot Hashamayim. Dat is de schoorstenen van de hemel als die openen voor hem. Kamara e Kohen Gadol. Als je de aanblik van de Kohen Gadol bezet Toba Yoma Kapurim. Zoals de Kohen Gadol als hij op Yom Kippur uit de Allerheiligste kwam. Ja, dat is natuurlijk hele prachtige, lyrische, dichtelijke taal. Maar dat was de aanblik van Rav Dunner als hij dus uit zijn studie kwam samen zaten nadat hij had geleerd. Wat zeg je? Nee, maar dat schrijft zijn neef dus over hem. Ja. Wat hij dus heeft gepubliceerd is de eerste. We moeten de tijd een beetje in de gaten, inderdaad. Ja, inderdaad, is dus een hagot op de Gemara. En daar ook dus zijn. Ook dus een cijfer op de Rambam, Maimonides. Het bijzondere is, voordat we nog heel even zullen duiken in 2 citaten uit zijn cijfer op de Rambam, is het volgende. Dat hij is overleden, dat staat hier, in het jaar 1911 is hij overleden. Kort op Isugakov, heel kort na Yontef. En hij was op Shabbosuwe, heeft hij op de Shabbosuwe de gedroos gegeven. Toen is Rav Dunner. Wat? Ja. En Sabasum heeft nog een droos gegeven. Op Yom Kippur was hij zwak, heeft hij wel gewassen als niet een soen. En tijdens Yom Tov is zijn gezondheid echt achteruit gegaan. En de laatste paar dagen lag op bed, sprak weinig meer. Dus hij heeft 2 dingen gezegd. Ja, hij had het over Tzadok. Dat was Tzadok Tal, dus de raaf die hier na de oorlog van 1945 tot 1954 raaf is geweest. Ja, op een tal. Ja, het zoon van Tobias Tal. Ja, en heeft het gehad over de Rambam. En aan de anekdote van Bart Valet, die volgende week zijn intrede houdt als professor. Ja. Daar staat, die vertelt dat de laatste woord heeft gezegd dat het Tzadok is. Zijn neef Elazar Dunner zegt dat het laatste woord het heeft gezegd is Rambam. Ja, met de Rambam op zijn lippen is hij gestorven. En dan wil ik heel in het kort, in de resterende minuten, 2 interessante dingen bespreken. En we zijn nu Shloshim Yom Livnei Hagag, Dorshim B'Inyanei Hagag. 30 dagen voor Pesach, en we zijn nu een maand voor Pesach. Ja, ik neem aan dat hierin zitten die zijn blij dat ze naar de sier konden gaan, dat ze thuis niet hoeven te helpen te schoonmaken. Ja, Dorsin en de Gak. Ja, dus 2 citaten uit de Rambam
of van Hilchos Chametz Umatza, waar Rav Dunners op ingaat. Hij schrijft namelijk het volgende. Hij schrijft dat in eerste de Rambam in Perek Vav, hoofdstuk 6 van Chametz Umatza, heeft daar over de mitzvat asé van het eten van de matza. En dan staat daar het volgende. Heeft daar over het eten van matza. En brengt de pasuk bij erf tochlo matzot. Dan moet je op begon maar komen, Godse man, overal in je tijd zit. We lotala achila zu bekomen naar Pesach. Ja, dus het eten van die matza is niet afhankelijk van het feit of je dus een komma Pesach eet of niet. Ela zu mitzwa bifne atzma. Zegt de Rambam, ja, dit is een aparte mitzwa. Ja, hij neemt het eerst aan, dat klopt. Maar, en dan voegt de Rambam daartoe, umitzwata begola laila. Ja, en die mitzvah is de hele nacht, alhoewel besha'a regel, de rest van Yom Tov, achilat matza reshut. Ja, dan is het een reshut om te eten. Aratza ochel matza. Als je dat wilt eten, eet je matza. Ratza ochel ores. Ja, de Rambam, in de Torah mag, in de Sfardi eet je dus, mag je rijst eten, ook dog, en ook klajot, ook perot. Ja, aval beleel gemisje asabil waat. De avond van de 15e is het gewaar. Maar om je zich al kezaïd, als je kezaïd gegeten. Ja, tsa, je degavato, heb je het met z'n gedaan. En dan gaat dokter Dunne, of Raaf Dunne, gaat erop in. Op het feit dat de Rambam hier dus zegt. Dat hij zegt, umitzwa ta kola laila. Mitzwa is de hele avond. U weet, is namelijk een hele grote discussie over. Ja, of de mitzwot van de zijde avond, of je het moet doen tot gatzot. Ja, zoals wij proberen altijd af, je komt altijd voor gatzot, of dat is de hele avond. En dan maakt hij dus, hij stelt dus de volgende vraag, hij zegt dus dat de Rambam in de god Koban Pesach, ja, die zegt ze, ena Pesach ela negal at gatzot. Ja, dat ging met de Avera. Ja, hij zegt dus dat het Koban Pesach, ja, eet je alleen maar tot gatzot, zodat je niet tot de Avera komt. Waarom is het Avera? Want het Koban Pesach is dus een korban. En u weet dus dat als je dus dat een korban, dat heeft alle korbanot, dat lezen we 's ochtends, iedere ochtend in Ezema Korban, ja, die hebben een tijd waarin je dat moet eten. Ja, je komt dus, als je koheen was, hadden ze een stukje korban gekregen. Dan kun je, als de besamitis komt, dan kun je dus niet zeggen, nou, dit korban is over, ik leg dat vlees even in de vriezer, en dat eet ik dan vrijdagavond op, dat kan niet. Nee, het wordt dan, als die tijd verwezen is, wordt notar, en dan is het, dat is gewoon iets als karreet, dat ben ik niet helemaal zeker. Als je dat korban dus nog eet, ja. Dus dat is ook het probleem. Als je dat korban, Pesach is een korban, dan mag je alleen eten die avond van de 15e. Daarna is het notaris het van helemaal als om te eten. En dan zegt hij dus daar zegt de Rambam dus, dat hij op korban, daar zegt hij dus, dat het korban Pesach mag je alleen maar eten, het gaat zot. Ja, en dan is de vraag, want we vinden halacha heel veel gelijkstellingen, ja, verbondenheden tussen Pesach en Matza. Waarom als dat daar zo is, waarom geldt dan niet zelfs halacha voor Matza? Dan geeft dokter Dunne, Rav Dunne, geeft het antwoord op. Hij zegt dat de ram, hij zegt dus dat inderdaad is Matza vandaag dag minatora. Maar die hekes, die gelijkstelling tussen matza en korban Pesach is niet van toepassing. Inderdaad, het korban Pesach in de tijd van het Beit HaMikdash mocht alleen maar worden gegeten tot chatzot. Maar matza binnen de zonnezee, daar geldt die giof niet voor. En dan een laatste opmerking. And then we leave the floor aan mijn goede vriend Dr. Bio. Ja, of Raaf Bio. Net zoals Dr. Raaf is ook Dr. Bio en Raaf Bio. Ja, dezelfde. Namelijk de laatste opmerking, dat de Rambam in Perek Zayin van de Godde Matza, Halacha Hei, daar gaat de Rambam dus in op de Seider. En hij heeft het over Pesach Matza Umaror. En daar heeft hij het over dat je dus die ding moet zeggen. Interessant is daar het volgende. Ja, hij zegt, iedereen die dus zegt, eerst is die zeggen aan beide zijden. Kom eens zo omhoog, zo zat, waarin mijn ene belegging is, zo zat, zeg je het woord zo. Alleen Pesach
Matza u'merorim. Zeg niet maror, merorim. Maar interessant is, dan brengt hij die tekst. En dan brengt de eer, Rambam is Pesach. En dan zeg je, dat doen we dus niet zo. Dan zegt de Rambam merorim. En dan zegt de Rambam matza. En het is niet zoals we het weer doen. En daar verbaast Rav Dunne zich, oh, waarom doet de Rambam dat niet? Ja, en dan het antwoord wat Rav Dunne hier dus geeft, zegt het volgende. Waarom is dat? Want de zijde is gebouwd. Dat eerst, maatschappelijk genoemd, maar zijn besefbaar. Eerst hebben wij het over de verlossing, over de oude Shimut, de slavernij in Egypte. Daarna hebben we het over verlossing uit Egypte. En daarom past dus ook, nou, dat is, ik geef heel kort, een hele grote arigoed, maar daar is geen tijd voor. Daarom moeten we het eerst over de Shimut hebben. Shimut wordt gesymboliseerd door de Maror, door de slavernij. Ja, en pas daarna over de matza. En de matza symboliseert de geroep. Nou, er is een heleboel over te zeggen. Ja, matza geeft ook. Lichem oni is ook doet er ook denken aan de slavernij. Nou, in ieder geval, dat is het antwoord dat Rav Dunne hier geeft. Misschien aan de volgende keer is inderdaad absoluut verdient dat cijfer van Rav Dunne, wat überhaupt... zijn die erop ingegaan, is postuum uitgegeven, is in 1929 uitgegeven door de familie Herzberger. U kunt het op internet vinden, hierboeboeks.org. Absoluut, misschien gelegenheid bij de volgende shiur, maar Paul is niet om de volgende afspraak te maken, maar het komt wel, hopelijk, ja, om wat dieper in te gaan op dat cijfer, op de ram, want dat is absoluut de moeite waard. Gewoon ook uit respect voor Afdunner, ook ja, dan om te zien wat voor een incredible mind we moeten zijn geweest, en ook uit dankbaarheid dat die zoon Talmid Chacham hier is geweest. Dank je allemaal. Ik moet, het is 1 over 11. En ik moet de microfoon en ook het beeld overgeven aan mijn Jekkische vriend Dr. Biel. Alsjeblieft. Ja, Kees, ik wou nog even een... Absoluut, hier. Raf Kats, hoort u mij? Ik hoor u, ja. Ja. Ja, eventjes dan nog een kort geintje van Rav Schuster zeggen, zou ik liever horen. En meneer Dunner, die dus Mizrachist was, en Ritter, die sterk agudist was, stonden allebei op de nominatie om een lintje te krijgen van de koningin. Ja. En toen heeft eerst meneer Dunner gekregen, en toen heeft men gezegd op het seminarium, Dunner is Ritter geworden en meneer Ritter is Dunner geworden. Oké, dankjewel. Leuk grapje. Dankjewel. Nog één opmerking. Ja. Er is op het ogenblik een boek in voorbereiding. Jaap Kooltof is bezig met een uitgebreid boek over de opera-wijn Dunne te schrijven. Bijna klaar. En ik denk dat wel meer in de richting gaat van, hoe heet die, van... wie je genoemd hebt. Meijer. Ja, Meijer. Ja, Meijer, ja. Denk ik zo. Hem kennende. Ik heb verder, heeft een beetje contact over met hem gehad. Over een aantal aspecten. Hoe wij in familie dat traditie, bepaalde dingen overgeleverd werden. Dus vandaar dat ik dat weet, dat hij daarmee bezig is. Ja, maar ik neem aan dat Jaap Kooltof wel bekend is met die inleiding waar we het vandaag over hebben gehad. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dank u wel, Afkant. Oké, this pleasure. En, heel hartelijk bedankt en interessant. Dank je wel. Een goede dag allemaal. Bezig kasher v'sameach. Degene onder u die ik niet meer zie of spreek voor bezig, wens ik allemaal bezig kasher v'sameach. Tot ziens. En dank je wel. Bouw goed, zoals we bij ons zeggen. Ik zal het even naar je brengen. Nee, blijf zitten. Ik heb Ja.